Deze video is een samenwerking met AirUp. Vandaag gaat mijn vriendin Nina op date met 50 mannen. En een van die mannen ben ik. Om erachter te komen hoe goed wij elkaar na 11 jaar kennen, gaat ze de hele dag op blind dates met alle heren. Ja, zeg. Ze ziet ze nooit. Oh, er zit al iemand. En hoort ze ook niet. Hij mag niks zeggen. Maar mag ze wel vragen stellen. Draag je wel eens een jas? Yes! Voelen. Het lijkt allemaal op elkaar. En ruiken. Oh, jij hebt als eerste een geurtje op. Tijdens elke ronde moet ze een paar mannen wegsturen waarvan ze denkt dat ik het niet ben. Nou ja, dan ben je niet Kelvin. Dit doet ze net zo lang tot er uiteindelijk één man over is. Namelijk ik. Als het goed is. Oh ja, ik kijk trouwens de hele tijd mee met alle dates. Zo. Dat wordt leuk. Tijd voor ronde 1. De speed date. Heb jij een knalroze jas? Yes! Ik heb geen idee, dus je bent door. Waarschijnlijk wel, want Kel heeft altijd verschrikkelijk lekker kleding. Nou ja zeg. Ze mag dus alle mannen één vraag stellen die ze met ja of nee moeten beantwoorden. Wonen jouw ouders op een boerderij? Yes! Je bent door. Pim lult sowieso. Ze mag alleen nooit twee keer dezelfde vraag stellen. Van de 50 heren moet ze deze ronde 10 naar huis sturen. Lachen. Fiets jij wel eens? Yes! Je bent door naar de volgende ronde. Lust je bier? Yes! That's my man. Dat is mijn beste vriend. Heb je rood haar? No. Je bent door. Heb je dit jaar toevallig nog in je bed geplast? No. Nou ja, dan ben je niet Kelvin, want dat heeft hij wel gedaan dit jaar. Hij was zo zenuwachtig voor de verloving dat hij die avond daarvoor zijn bed heeft geplast. Dit is ook payback. Ik heb in deel 1 ook wat beschamende vragen over Nina gesteld. Heb jij wel eens over jezelf heen gekotst? Dit is karma. En toen was het de beurt aan mij, zonder dat Nina het wist. Heb jij gele tanden? Yes! Je kan Kelvin zijn. Yes, lekker! Nou ja, nou was deze ronde niet zo moeilijk, maar geloof me, blijf kijken, want het wordt steeds moeilijker. Ik geef je het voordeel van twijfel. Nou, nog een paar fantastische vragen. Ja, zeker! Zat het erop? En waren er nog 40 mannen over? Dan ben jij niet Kelvin. Ben ik klaar? Still in the game. Tijd voor date nummer 2. Alle 40 overgebleven mannen gaan staan voor het doek. Het is aan Nina om binnen 30 seconden te raden of ik het ben. Simpel. Kan je jezelf opdrukken? Nee, Kelvin, die doet toch iets meer dat kontje omhoog. Dus je bent niet door, ondanks je goede performance. Als je zou voetballen, hoe zou je de bal trappen? Je bent door. Als je met een huwelijk zou vragen, hoe zou je dat dan doen? Oh, dit is bijna 1-1. Je bent door. Wat goed. Dit doet ze net zo lang tot er uiteindelijk 30 mannen overblijven. Ik denk niet dat jij Kelvin bent. Wajo, je bent door. Hi. Ja, ik weet door die beweging weet ik al dat dit Kelvin is. Ja, jij bent sowieso Kelvin. Ja, je bent door. Ik zet de gouden envelop in. Hè, wat gebeurt hier nou? Nou, het zit als volgt. Elke ronde mag Nina 1 gouden envelop inzetten. En die moet ze inzetten bij de man waarvan ze overtuigd is dat ik het ben. Als ze het goed blijkt te hebben, verdient ze per ronde 100 euro. Als het fout is, niks. Het geld wat Nina aan het eind van de video verdiend heeft, wordt gedoneerd aan de Cure Adoa Foundation. De stichting waar Nina ambassadeur van is. Na veel ongemakkelijke momenten. Wat is dit? Maar gelukkig ook grappige momenten. Als je Jumping Jack zou doen, hoe zou dat eruit zien? Dit is geen Jumping Jack. Was ze alweer aangekomen bij de laatste. Hoi. Hoi. Oh, je praatte. En dat was niet Kelvin's stem. U bent het niet. Ik zeg ook u, want ik heb het idee dat u wat ouder bent dan Kelvin. Het spijt me zeer. 30 mannen over en ik zit er nog steeds tussen. Tijd voor ronde 3. Still in the game. Alle mannen hebben een extra kledingsetje meegenomen. En die krijgt Nien alle 30 te zien. Ja, ik vind het wel gewoon echt lelijk. Mag ik dat zeggen? Als Nina denkt dat het wel eens uit mijn kast zou kunnen komen, gaan ze door. Bloesie, zou ik Kelvin aandoen. Je bent door naar de volgende ronde. Hé, hey, je bent door. Maar als ze denkt dat het niet van mij is, dan... Die broek, wat is daarmee gebeurd? Nou ja zeg. Wel alsof je net van een boerderij komt, maar je bent niet door. Nou ja zeg. En zoals je ziet, kijken alle overgebleven mannen mee. Gezellig. Oh! Broek? Weet ik niet helemaal. Ik geef je het voordeel van twijfel. Ja, lekker. Leuk voor op de bank thuis, maar als date zijnde zeg ik nee. Oh, je bent door. Goed broekie en een goed t-shirt, je bent gewoon door. Matthijs. Ik mis de mannen in overhemden, kooltruitjes. Waar zijn die mannen gebleven? Ja,
Dit is Kelvin's outfitje. Ja, dit is mijn. Ik weet namelijk dat hij voor het eerst een witte broek had gekocht, dat hij bang was dat er vlekken in kwamen. Dus dit is Kelvin, je bent door. Ja, ik dacht, ik heb voor het eerst in mijn leven een witte broek gekocht, dus ik dacht ik doe het meteen. Er kwamen nog veel meer mooie outfits voorbij. Ik vind het gewoon een hele goede basic. Ik noem het streetwear. Oh, leuk. Ik vind het heel verfrissend. Een kooltrui. Je bent door, gaan we weer weg. Zo, wanneer was het? Vincent! En soms wat minder mooie. Een soort pyjama set. Ja, ik vind dit echt helemaal niks. Oh! Tot er nog twee over waren, waarvan er maar eentje door kon naar de volgende ronde. Eén gaat dus door en de ander niet. Ik moet toegeven, er hangen heel veel Ajax t-shirts thuis. Als ik zou gaan daten, zou ik voor de zwarte trui gaan. In vrije tijd, het Ajax shirt. Maar ja, het gaat om mijn date. En ja, als iemand met een date met een Ajax shirt aankomt, ja, dan zou ik hem echt wegsturen. Dus het Ajax shirt mag niet door. Ja. Nog 20 mannen over. Ook in deze ronde heeft Nina weer een envelop ingezet bij een outfit. Maar welke dat is en of het goed is, zie je aan het eind van deze video. Door naar ronde 4. Oh, dit is zo raar. Het is gewoon een hand. Stel niet zo aan, man. Je bent door. Te lange nagels. Wel een heel fijn handje om vast te houden. Ik weet niet of je een vriendin hebt, maar... Zo. Pardon? Oh, dit voelt wel fijn. Nee, het voelt niet fijn. Je bent door. Dit is een beetje een nagelbijter, denk ik. En dat is jou ook wel. Je bent door. Daar kom ik. Nee, jouw pols is te smal, denk ik. Nee, je gaat niet door. Oh, deze pakt mijn hand gelijk vast. Hij wrijft ook even. Je bent door. Smeerpijp. Ik voel liefde door deze muur heen. Pol is zo smeerlap. Maar het werkt wel. En toen was het zover. Hou mijn hand eens vast. Ja, dit moet wel Kelvin zijn. Anders zou hij nooit zo mijn hand vastpakken, al mag dat wel. Gaan we even op. Ga naar deze persoon. Na nog een paar heren was iedereen aan de beurt geweest en waren er nog 10 over die doorgingen naar ronde 5. Het emoji interview. De eerste vraag. Als je een avondje op stap gaat met vriendinnen, hoe ziet dat eruit? Met vrienden, sorry. Elke man krijgt één vraag voorgeschoteld. En die moet hij beantwoorden met 3 emojis. Easy, toch? Ik ga een bier doen. Iets van friet of ik wil gewoon dansen inderdaad. Ik heb hem. Nou, ik vind het eigenlijk wel een topper. Bier drinken en dansje wagen en daarna een heerlijke vette hap halen is wel mijn favoriet. Deze mag door. Yes! Yeah. Oh yeah. Volgende vraag. Hoe groot is je... We zitten een avondje op de bank. Wat bestellen we? Easy. Peasy. Ik heb sushi. Ik heb een bordspel of zo. Ja, kan je dat bestellen? Weet je. Bordspel? Wat? Ja, hier. Puzzle. Een puzzel. Ah, doe een wijntje. We bestellen toch geen puzzel? En we bestellen toch ook geen wijn? Dat is raar. Ja, ze zitten twijfelen. Ze denken gewoon die puzzel. Wat moet ik daarmee? Wat is dat, joh? Als het niet Kelvin is, is dit een hele goede kandidaat. Oh, yeah. Hey. Hey. Wat is jouw grootste droom? Twee ouders met een kind ervoor. Een vliegtuig en een microfoon. Vliegtuig vind ik raar, want ik zou nooit in het buitenland willen wonen en Kel ook niet. Deze gaat niet door. Ah. Volgende vraag. We vragen naar zijn lievelingsdieren. Kat, een hond en een koe. Koe natuurlijk. Dan een hond. Ja, ik heb niet echt een derde. Nee, ik doe wel gewoon een kat. Een koe, een hond en een kat. Ja, deze moet wel door. Ja. We zijn er nog steeds. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? Oh, Kelvin snowboard en die skiet niet. Dus dat klopt niet. Deze krijgt een kruis. Jammer. Wat is het wel dan? Nou, ik snowboard. Als je nu niet het beroep zou uitoefenen die je nu doet, welke 3 beroepen zou je dan doen? Het is niet Kel. Wat zijn jouw 3 favoriete sporten? Dit zou Kelvin ook wel kunnen zijn. Golf. Snowboarden en ik zie een bal en ik denk dat hij daarmee padellen bedoelt. Hey. Wat zijn jouw 3 favoriete landen? De Verenigde Staten. Ik denk dat je sowieso trots bent op je eigen land. Italië. Ja, deze geef ik groen. Dat moet wel. Kijk eens, ik heb hem. Ja. Dat was hem alweer. Er kunnen maar 5 mannen door en dat betekent dus dat helaas de laatste 2 automatisch afvallen. Ook hier heeft Nien weer een envelop ingezet op de man waarvan ze denkt dat ik het ben. Tijd voor ronde 6. Wie wil als eerst? Ik ga als eerst. Ik hoop zo niet dat Paul doorgaat. Ik gun hem het echt niet. Ik weet het, dit lijkt misschien ongemakkelijk, maar geloof me, dat is het ook. Dit is zo raar.
Ik hoef deze ronde niet eens uit te leggen, denk ik. Oh ja, Nina is trouwens niet de enige die aan het ruiken is. Want ik ben ook al deze hele video aan het ruiken. Aan deze Aerop-fles. En laat het nou net de sponsor zijn van deze video. Hij heeft gewoon niet echt een geur of zo. Je bent door. Hij is door. Dat stinkt niet. Oh ja, deze ronde moet Nina in totaal 2 mannen naar huis sturen. Hey, op succes. Nou, jij rijdt ook. Jij hebt ook niet echt bepaald een geur of zo. Jullie weten dat ik als eigenaar van mijn eigen sparkling water, Charlie's, als missie heb om mensen meer water te laten drinken. En elk product, merk of bedrijf wat hetzelfde doel nastreeft, ben ik fan van. Zo ook Arup. Love. Jullie krijgen er allemaal eentje van mij terug. Ja, heerlijk. Nee, je bent niet door. Hey, Joep. Oh, jij had als eerste een geurtje op. Arup geeft je water smaak door niets meer dan geur. Door de verschillende geurpot lijkt het dus alsof je water smaak heeft. Maar eigenlijk herkennen je hersenen de geur als smaak en drink je dus puur water. Zonder suiker en zonder toevoegingen. Ja, ik vind het lekker. Je mag door. Ja, dit wordt spannend. Ga naar arup.nl of klik op de eerste link in de beschrijving om jouw eigen fles en geurpot te halen. Oké. Wow, deze ruikt lekker? Wow, jij ruikt echt lekker. Ja, hij is het allerlekkerst. Je bent door. Fuck jou. Shit, ik heb niet eens een kans gehad. Het is te mooi om aan te zijn. Oké, jij mag nog even. Voor de vorm. Voor de vorm. Jij ruikt echt het allerlekkerst van iedereen. Oh, mag ik nog een wissel doen? Ze mag voor mij een wissel doen, hoor. Oké, mag ik nummer 1 wisselen? Shit! Je ruikt het lekkerst, dus ik kan jou niet laten gaan. Had ik mijn parfum even goed moeten doen vandaag? Je bent door. Gefeliciteerd! Ja. Nou, dat hebben we overleefd. Nog 3 mannen over. Tijd voor de ene laatste ronde waar ik stiekem best wel bang voor ben. Jongens, we gaan koken. We krijgen 20 minuten om een heerlijke burger te maken met een bijpassend salarisje. Nu is het menus. Oh jongens, als wij winnen, wat dan? Nee, dan heb je... Ja, aangezien Nina een echte keukenprinses is, sta ik bijna nooit in de keuken. Alleen moet ik er nu toch echt aan geloven. Ja, ik had dus niet echt een plan. Ga ik alvast de uitjes snijden, want die wil ik zo meteen gaan bakken. Omschrijf mij koken zoals, minimaal. Dit is voor mij ook nieuw, jongens. Ik ben gewoon heel eerlijk met jullie. Ik kook redelijk veel. Een boter moet je gebruiken, man. Dit is niet nice. Dit is niet nice. Wordt gewoon medium rare. Dat is ook... Oh, sorry. Ja, sorry. Nou, ja. Je kan ook gewoon je tegenstanders uitschakelen op deze manier. Fysiek neerleggen, ja. Nina houdt niet zo van zulke soort zaken. Ze vindt die rucola shit vindt ze nicer. 1 tomaatje, niet te veel. Woe, baby! En dan wordt die serieus gekookt. Je bent al klaar. Ja, ik ben klaar. Nee. Ja, dat was het. Hey, yo! Waar is de barbecue saus? Oh, hier. Waar is de barbecue saus? Ja, zo. Tafel. Een beetje meer. 4, 3, 2, 1, 8. Oké. De salade ziet er heerlijk uit. Ik zie een lekker parmezaantje. Maar de ene is gewoon heel lekker. Ja, hij is lekker. Ze vinden hem lekker. De burger, wat zie ik? Een bekentje. Jullie hebben geen beken gebruikt. Nee, ik dacht dat ze dat niet hou ik vinden. Van. Ik ben wel die Bourgondier. I know this shit. Ik ben echt heel, heel blij hiermee. Ja, wie kan dit niet lekker vinden? Oh, goed jongen. Volgende salade. Ziet er super kleurrijk uit. Het enige is rauwe ui. Het enige waar ik rauwe ui lekker bij vind is op mijn frikandel speciaal. Smaak zijn gewoon goed. Al deze jongens kunnen gewoon koken. Nou, toch goed gedaan. Die slijven mij nog hebben. Niet slecht. Dan gaan we naar de burger. Ik weet niet welke saus het is, maar het is een heel lekkere saus. Ja, ik vind hem wel heel lekker, maar ik ben dus niet zo van de tomaat. En ik moet toegeven, deze burger is ook gewoon nog wel echt helemaal roze. Maar ze vinden hem niet vies, dus dat is goed genoeg voor mij. De laatste. Oh, weer een heerlijk parmezaantje. Walnootje. Nou, heel lekker salade. Deze burger ziet er het beste uit, vind ik. 100%. Ja, dat vond ik ook. Heel lekker. Het is op zich niet echt iets persoonlijks, want jullie kunnen gewoon allemaal koken. Maar ik heb een oordeel. 1 gerecht heeft ze naar huis gestuurd en dus ook 1 van de heren. Of ik dit ben, of toch Harry of Pim, dat houden we nog even geheim. Tijd voor de finale. Er zijn nog 2 mannen over. Beide heren hebben een liefdesbrief geschreven aan Nina. En aan de hand van die brieven moet Nina een definitieve keuze maken. Lieve Nina, we kennen elkaar nu al 11 jaren. Maar op mijn liefde voor jou ben ik nooit gaan besparen. Samen stappen wij in de huwelijksboot. En dan word ik eindelijk jouw wettelijk echtgenoot. 2 huizen, 2 katten, wat hebben wij een mooi leven. Het enige wat rest, is ons bloed aan een kleine doorgeven. Hoe wij samen zijn is echt heel bijzonder.
Lieve Nina, ik kan echt niet meer zonder. Jij bent de vrouw van mijn dromen. Of je me nou wel of niet laat komen. Kibbelen kunnen wij maar al te goed. Over boodschappen, schoonmaken, zelfs het wasgoed. Mijn Groningse prinses, alsjeblieft kies mij. Dan ben ik als een triangel zo blij. Trouwen met jou is wat ik het liefste wil. Zelfs al heb je kriebel in je linkerbil. De laatste twee. Eén is niet geworden. Dat is deze. Brief 1. Spijt me. Jij bent het niet. God. Helaas. Oh, Harry. Ik heb mijn best gedaan. Oh, kom hier, Harry. Je hebt hartstikke goed je best gedaan. Ik heb moeten. Oh, en de hele dag volgehouden ook nog. Dan de laatste brief. Ik denk dat ik de goede heb gekozen. Alleen ik bedoel. Ik wist het. Ja, baby. Oh ja, niet te vergeten. Nina had alle enveloppen goed. Dat is dus €600 voor het goede doel. Ongelooflijk. Je komt toch naar mij? Je komt toch naar mij? Hoezo? Je komt naar mij? Ik heb hier een kruis.